Halverwege maart vertrekken de militairen van de Johannes Postkazerne naar Litouwen. Ze maken daar onderdeel uit van een bataljon met militairen uit verschillende landen, waaronder Duitsland en Noorwegen. Nou, wat onze eenheden vooral gaan doen in Litouwen, dat is vooral trainen samen met de Duitsers. We maken daar deel uit van een Duits geleide battlegroup en de Litouwers. Dat is het primaire doel van de missie. De NAVO heeft vorig jaar juli de beslissing genomen om troepen te stationeren in Estland, Letland, Litouwen en Polen. De zogenaamde Enhanced Forward Presence. Verschillende landen in Oost-Europa voelen zich bedreigd door Rusland sinds de annexatie van de Krim. Als het goed is, gebeurt er helemaal niks. Maar wat er indirect wel gebeurt, is dat we proberen om vertrouwen te geven aan de bevolking van Litouwen. Daarvoor zijn we daar. Wij worden daar gestationeerd. En het mooie van deze missie is dat we daarnaast ook nog eens een keertje kunnen trainen. De militairen nemen een aantal gevechtsvoertuigen mee, waaronder deze CV-90's. De risico's tijdens deze missie zijn heel anders dan in bijvoorbeeld Mali of Afghanistan. Volgens de brigadegeneraal zit het risico met name in de onvoorspelbaarheid van situaties. Er is een brief gestuurd, een anonieme brief aan de voorzitter van het Litouws parlement, waarin aangegeven wordt dat Duitse militairen dronken een meisje zouden hebben aangerand. Nou, dat is allemaal onderzocht door de Litouwse politie en door de marechaussee. Blijkt helemaal niets van te kloppen. Is dus ook fake nieuws. Nou, dit fake nieuws, dat zijn ook dingen waar onze mensen rekening mee moeten houden dat dat ook kan gebeuren. En als het gebeurt, is het volgens de generaal een kwestie van rustig blijven en de zaak niet uit de hand laten lopen. De militairen uit Havelte blijven 4 maanden in Litouwen en worden daarna afgelost. In 2018 is Havelte weer aan de beurt om militairen te leveren.